Maandagochtend is de inschrijving voor de Vierdaagse geopend en dat zorgde er meteen voor dat de website niet meer bereikbaar was. De servers konden het grote aantal bezoekers niet meer aan. Rond het middaguur was de site weer bereikbaar. De enorme piek in het aantal aanmeldingen zou kunnen liggen doordat de inschrijving dit jaar anders is. Voorgaande jaren waren er verschillende inschrijfperiodes en nu kan iedereen zich tegelijkertijd inschrijven. Inschrijving is geopend tot 23 maart. De datum van inschrijving heeft geen invloed op je kansen om wel of niet ingeloot te worden.